wil nog een beetje voor in gaan zitten. De geschiedenis van het strafrecht, u heeft het op uw programma kunnen zien. Er wordt een hoorcollege over gegeven, over de historische ontwikkeling van het strafrecht. Het strafrecht zoals wij dat ooit hebben gekend, hoe zich dat zo heeft ontwikkeld tot datgene wat wij nu hebben. Dat is een ontwikkeling van ongeveer een 3000-tal jaar. Dus je zult toch wel begrijpen dat de drie kwartier die mij gegund is, dat toch wat kort is om dat hele ontwikkelingsproces voor u in kaart te gaan brengen. Dan moet ik ongeveer een eeuw per minuut gaan behandelen. En dat wordt toch wat krapjes. Dus heb ik besloten tot een wat andere aanpak. En wil ik in plaats van die hele weg voor u te schetsen, wil ik wat vergelijkingen maken tussen het recht van vroeger en het recht van nu. Ik wilde toen aan de hand van een concrete casus, die een tijdje geleden nogal in het nieuws is gekomen. Namelijk een drama wat zich heeft afgespeeld op een van onze voetbalvelden. Waar op 3 december 2012 een grensrechter dermate zwaar mishandeld is door een zevental jonge lieden in de leeftijdscategorie 15 tot 17 jaar, dat die goede man daaraan is komen te overlijden. Die jongelingen die waren dermate ontevreden over het wedstrijdverloop, dat zij besloten om de grensrechter dat te laten merken door hem een goed pak slaag te geven. En ze schopten hem daarbij diverse keren hard tegen zijn hoofd. En wel zodanig dat hij later aan zijn verwondingen is overleden. En deze zeven jongens, nogmaals 15 tot 17 jaar, die zijn inmiddels voorgeleid voor de rechter. Vragen die je kunt stellen in dit verband, is allereerst natuurlijk, wat gaat er nu gebeuren? Welke actie zal er worden ondernomen tegen deze mensen? En hoe was dat vroeger? Een tweede vraag die je kunt stellen is waarvoor zullen zij terecht staan? Wat zal ze worden te laste gelegd? Wat is het strafbaar feit dan dat ze hebben gepleegd? Derde vraag is dan in hoeverre bij hun berechting, in hoeverre speelt hun leeftijd een rol daarbij? Of maakt dat heel weinig uit hoe oud je bent als je zoiets doet? En de vierde vraag natuurlijk is, welke straf zal uiteindelijk aan deze mensen kunnen worden opgelegd?